Onthoud. Het enige wat ik je bied is de waarheid. Niets meer. Hoi, ik ben Marijn van Bright. Deze video wordt een beetje een vreemde video. Een video die we niet vaak maken bij Bright. Maar ik hoop dat je het leuk vindt en laat het me vooral na deze video weten in de comments. Deze video gaat over één gekke, maar simpele vraag. Leven we in een computersimulatie? This is your last chance. After this, there is no turning back. You take the blue pill. The story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill. You stay in Wonderland. And I show you how deep the rabbit hole goes. Morpheus in The Matrix wist de waarheid. Maar goed, The Matrix is een science fiction film. Wie houdt zich nou in het echte leven bezig met die vraag? Nou, het zal je verbazen, maar dat zijn heel wat knappe koppen. En ook heel veel rijke mensen die er veel tijd en geld in steken om erachter te komen of we misschien leven in een simulatie. It got to the point where basically every conversation was the AI slash simulation conversation. And my brother and I finally agreed that we would ban such conversations if we were ever in a hot tub. Ook een deel van de wetenschap denkt echt dat we in een game leven. Dat wij dus slechts avatars zijn in een virtuele wereld. En dat het mogelijk zelfs te bewijzen is. Maar goed, stel dat het zo is, wil je het dan überhaupt weten? Oké, vergeet de Matrix eventjes voor dit moment. Want simuleren, dat doen we eigenlijk al jaren. Wetenschappers gebruiken simulatie om bijvoorbeeld klimaatverandering te berekenen. Wat gaat er gebeuren in de toekomst en wat is er in het verleden gebeurd? Ze berekenen ook bijvoorbeeld economische gevolgen van belastingverlagingen. Of er wordt berekend hoe de kosmos ooit is ontstaan. En dat gebeurt allemaal in simulaties. En wij zelf spelen simulatiegames zoals The Sims. Maar als ik nou heel eerlijk ben, ja, dit staat toch best ver af van een wereld waarin wij de simulatie zijn en dat dit alles om ons heen gesimuleerd is. Het idee is trouwens niet nieuw. Oude filosofen als Plato en Descartes speelden ook al met dit idee, alleen dan zonder de computers erbij. Maar in 2003 was het de Britse filosoof Nick Bostrom die het weer heel erg populair maakte. En dat was een paar jaar nadat de Matrix de geesten er rijp voor had gemaakt. Right now we're inside a computer program. Is it really so hard to believe? Die Britse filosoof zei: als je gelooft dat onze samenleving ooit in staat zal zijn om een geavanceerde simulatie te maken van hoe wij nu leven, dan kan je er eigenlijk al van uitgaan dat je waarschijnlijk nu ook in een simulatie leeft. Ze zouden zelfs meerdere van dat soort simulaties naast elkaar kunnen draaien. Zoveel simulaties zelfs dat er uiteindelijk meer kunstmatige gesimuleerde mensen zijn dan echte mensen. En dus dat statistisch de kans dat jij echt bent kleiner is dan dat je door een computer bent gegenereerd. Ja, het klinkt bizar, maar toch zijn er gerenommeerde wetenschappers die denken dat dit zou kunnen. Volgens een artikel in de New Yorker zijn er zelfs twee techmiljardairs die op dit moment wetenschappers betalen om te onderzoeken hoe we uit zo'n simulatie zouden kunnen breken. Wie die techmiljardairs zijn, weten we niet, maar het zou mij niets verbazen als een van die twee Elon Musk is. Hij is de topman van SpaceX en Tesla en hij gelooft dat de kans dat we niet gesimuleerd zijn 1 op miljarden is. The strongest argument for us being in a simulation, probably being in a simulation, I think is the following. That 40 years ago we had Pong, like two rectangles and a dot. That was what games were. Now 40 years later we have photorealistic 3D simulations with millions of people playing simultaneously, and it's getting better every year. And soon we'll have virtual reality, we'll have augmented reality. If you assume any rate of improvement at all, then the games will become indistinguishable from reality. Dit zei Elon Musk in 2016 en sindsdien zijn games natuurlijk nog beter geworden en de nieuwste generatie gameconsoles staat alweer te wachten. Ook natuurkundige en Nobelprijswinnaar George Smoot denkt dat we er serieus rekening mee moeten houden dat we misschien wel leven in een simulatie. So even the people running our simulation don't know if they're a simulation or not. Okay. Ook volgens Smoot is er nog geen bewijs hoor, maar hij stelt zich wel de vraag: waarom zouden wij de meest geavanceerde samenleving zijn als er alleen al in ons sterrenstelsel een miljard leefbare planeten zijn?
En er zijn in totaal 100 miljard sterrenstelsels. En waarom zouden die andere samenlevingen, die misschien wel geavanceerder zijn dan ons, ons niet simuleren om ons te bestuderen? Er zijn de laatste jaren ook onderzoekers geweest die probeerden te bewijzen dat we in een simulatie leefden door, ja, echt super simpel gezegd, te kijken naar afwijkingen in simulaties van kosmische straling en dan te checken of die afwijkingen in de simulaties ook in het echt te vinden zijn. En als dat dan zo is, dan zouden we dus in een simulatie leven. Ondertussen zijn er natuurlijk ook tal van wetenschappers die het belachelijk vinden dat mensen ook maar denken dat we gesimuleerd worden. Zoals Lisa Randall bijvoorbeeld, natuurkundige bij de Universiteit van Harvard. Why do we feel compelled to want this to be true or even think this could be true? Zij verbaast zich echt over de belangstelling voor dit onderwerp. En ook vindt ze het gek dat heel veel van haar mede-collega's, wetenschappers, zomaar klakkeloos meegaan in de veronderstelling dat er andere samenlevingen zijn en beschavingen. En dat die dan ook nog eens geïnteresseerd in ons zouden zijn. The universe is a simulation. I don't understand why it gave me a cold today. Okay. And so my voice might go. But I also think sometimes like some of the ridiculous things in the universe and think it would really, why would that be part of the simulation? And I realized if I was doing a simulation, I would definitely put those things in. So. Ook wetenschappers in Oxford kwamen er in onderzoeken naar bepaalde verschijnselen in de kwantummechanica achter dat het hen niet lukte om bepaalde verschijnselen te simuleren op hun computers. En toen dachten ze, ja, als we die verschijnselen die van nature voorkomen in de kwantummechanica niet kunnen simuleren op onze gewone computers, dan kan ons leven dus ook niet gesimuleerd zijn. Maar toch, de deur blijft toch nog op een klein kiertje staan, want zij hadden het wel over traditionele computers die wij nu ook allemaal gebruiken. En nog niet over de quantumcomputer die veel krachtiger en ook hele andere berekeningen kan doen dan de computers die we nu hebben. En die quantumcomputer, die komt eraan. En ja, als je het zo hoort, dan blijft die simulatietheorie toch vooral een leuk gedachte-experiment voor wetenschappers die op zoek zijn naar de reden van ons bestaan. Een soort van vervanging voor religie. Maar er zijn ook wetenschappers, filosofen, die vinden dat je eigenlijk die hele simulatietheorie niet zou moeten onderzoeken. De Amerikaanse filosoof Preston Green, die zegt namelijk, stel je voor dat we erachter komen dat we in een simulatie zitten. Dan is het experiment van die geavanceerde samenleving die ons probeert te simuleren misschien wel mislukt. En als het experiment mislukt omdat we erachter komen dat we zelf onderdeel zijn van een experiment, ja, dan gaat de stekker eruit. Oké, even wat aardse zaken regelen. Geef een duimpje omhoog en laat in de comments weten wat je van dit soort video's vindt. En abonneer je op ons kanaal. We staan bijna op 200.000. En wij hebben wel zin in een niet gesimuleerd feestje. Tot de volgende!